Wij als regering ondersteunen natuurlijk elke ontwikkeling van elke bevolkingsgroep, van elke Surinamer. En daarom zullen we ons blijven inzetten, ook voor deze groep van Indianen. Opriceren, maar laten we ook bezinnen over de ontwikkeling van onze inheemse broeders en zusters. Wij weten dat de ontwikkeling niet zo snel loopt bij deze groep. Wij weten dat er nog veel gedaan moet worden. Maar we doen. We doen omdat we op one wil. Zeker in de komende tijd een aantal zaken nog moeten realiseren, zodat onze inheemse broeders en zusters wat betreft hun bewustwording, hun ontwikkeling en natuurlijk alle mogelijke infrastructurele werken die we nog tot stand voor ze moeten brengen, serieus ter hand zullen nemen. En dan doen we dat niet zozeer omdat u Indiaan bent, maar we doen het omdat u ook recht heeft, zoals elke andere Surinamer recht heeft op infrastructuur, op scholen, op volksgezondheid en ga zo maar door.